groepje los, maar ik denk wel een hele actieve wedstrijd. En uiteindelijk wordt het dan een massasprint. En ja, dan wilden we inderdaad een treintje opzetten. En dat, ja, dat bolletje lukte echt heel mooi. Dus super gaaf. Dat in het begin redelijk moeilijk. Maar dan op een gegeven moment ga je de overwinning ruiken en dan kom je er iets doorheen. Al moet ik zeggen, Mats kwam redelijk hard bij mij onderdoor en toen had ik het redelijk pittig, maar gelukkig viel ook hij stil en kon het wel maken.